In de tijd dat ik dat boekje zag van Alex Saigo met die herkenning van patronen van rotting in bomen. Echt een feest van herkenning voor mij. Wauw, dit heb ik allemaal gezien. En alle theorieën die ik tot nu toe heb gehoord over boomchirurgie en het uitvrezen van wonden van bomen, die heb ik nooit gezien. Ik zag alleen maar dat die rottingen juist erger werden als wij weggingen. En dat werd natuurlijk overal aan geweten, maar de bomen vertelden mij iets anders. Zij lieten met wat zij mij toonden zien dat we het niet goed deden. En ik liep tegen een muur op natuurlijk. Overal, bij wie ik ook kwam, ik liep tegen een muur op van ontkenning. En toen heb ik dokter Shaigo geschreven. Een handgeschreven brief. Dat ik een Nederlander ben, dat ik daar en daar woon. En dat ik zijn boekje gelezen heb. En of ik misschien wat meer informatie kon krijgen. Ik kreeg echt met luchtpost uit die tijd een heel pakket binnen uit Amerika. Van de US Department of Agriculture. En dat was amazing voor mij. Want ik kreeg informatie die ik nog nooit had gezien. En die ook nog nooit in Nederland was geweest. En ja, een half jaar later of een jaar later heb ik weer geschreven, want in de tussentijd bleef ik wel schrijven, kreeg ik prachtige antwoorden van hem. En toen heb ik besloten, ik wil hem graag bezoeken. Ik was nog nooit in Amerika geweest en vliegen naar Amerika was heel duur. Dus ik heb gespaard, ik heb geld geleend van vrienden en familie om de reis te kunnen maken naar Boston. En dan werd ik opgehaald door een assistent van dokter Shaigo. Ik heb nog 24 uur vastgezeten op IJsland wegens een sneeuwstorm. Want ik vloog zo goedkoop mogelijk natuurlijk. En het was paniek daarginds, van waar blijft hij nou? En de telefoon was er niet en een fax was er niet. Dus communicatie bestond helemaal niet. Dus er kwam maar steeds iemand wachten tot er een vliegtuig aankwam uit Nederland waar ik dan misschien in zou kunnen zitten. Dat was wel een avontuurlijke periode. Ik heb toen een tijdje doorgebracht daar. Ik heb nog gestudeerd bij Alex Saigo. Ik heb colleges meegelopen. Ik heb in zijn laboratorium gewerkt. Houtmonsters schuren. Foto's maken. Het was echt een prachtige tijd. En toen ik terugkwam in Nederland, toen begon ik daarover te schrijven. Ik begon een artikel te schrijven in het blad Tuin en Landschap. Maar niemand geloofde wat ik schreef. Het was echt. En omdat er ook geen internet was, kwamen alle reacties per post. Die kwamen per post binnen bij de redactie en die werden gepubliceerd. Meer dan een jaar is er over geschreven. Over wat wel en niet kon. En ik kreeg commentaar van hoogleraren van de Universiteit van Wageningen. Van waarom moet dit? En het is toch goed zo wat we doen? En waarom zou je het veranderen? Dat zijn de dingen die ik nooit vergeten ben. Wat goed is, kan beter. Punt. Dus ik was heel erg vastbesloten om mijn werk voort te zetten. Ik heb toen in 1983 ben ik erin geslaagd, toen samen met Jitse Kopinga, toen nog van de Dorskamp in Wageningen, om Alex Saigo naar Nederland te halen. Hebben een congres georganiseerd, waar meer dan 300 mensen op af. En dat was eigenlijk het begin van de verandering in de boomverzorging. En ik noemde het ook geen boomchirurgie meer. Het werd onderhoud van bomen. En ik ging de strijd aan met iedereen. Iedereen die het er niet mee eens was, ik liep er niet voor weg, ik ging de discussie aan. Heb ik eigenlijk nooit afgeleerd. Doe ik tot vandaag.